Hey, welkom bij weer een nieuw filmpje van San van Silhouette Schoenen. En dit keer speciaal voor de dames met een hele kleine schoenmaat. Want ik wil jullie wat vertellen over de maatjes 30 tot en met 4,35 die we weer binnen hebben gekregen. Dus heb je nou een veel grotere maat? Het was gezellig! Tot de volgende video! Maar dan is dit voor jou alleen maar een soort met van dode mus. Want deze modelletjes worden speciaal voor de dames met een heel klein voetje met de hand gemaakt. En waarom nou met de hand? Omdat ze domweg niet in die machines passen. Want het zijn zulke kleine leesjes dat het alleen maar met de hand gemaakt kan worden. En daarom ben ik ook super blij dat we weer heel veel leuke nieuwe modelletjes binnen hebben gekregen. En ik zeg eigenlijk nieuwe modelletjes, maar ik bedoel eigenlijk bestaande modellen in nieuwe varianten. En waarom zeg ik dat nou zo expliciet? Weet je hebt zo'n uitspraak, hè? Never change a winning team. Oftewel, waarom moet je veranderen waar je goed in bent? Nou, wij hebben ondertussen, na een heleboel jaren van experimenteren met leveranciers en afgaan op de feedback van onze klanten, hebben we een hele fijne leverancier gevonden die super zittende kleine maatjes maakt. Alleen wat wil het nou? Wij gaan helemaal uit onze panty. We doen roze sleeokken, blauwe sleeokken. En wat zeggen jullie allemaal als je in de winkel bent met die hele kleine maatjes? Hartstikke leuk, maar heb je ze ook in het zwart? Of hartstikke leuk, maar heb je ze ook in het nude? Want dan kan ik met alles aan. Snap ik helemaal. Dus wat hebben we nu voor het najaarsseizoen gedaan? We hebben onze goede basismodellen in de basiskleuren lekker weer aangevuld. Dus dat je gewoon zeker weet nu je maat lekker ertussen hebt zitten. En we hebben van die goed passende modellen, die we eigenlijk al een aantal jaren in de collectie hebben en waarvan we onwijs veel fans hebben, hebben we in nieuwe kleurtjes laten maken. Dus ik loop ze even met je door. Dan weet je weer een beetje wat er allemaal nieuw binnen is. En dan zeg ik, als je nog vragen hebt of info nodig hebt, stuur even hieronder via dit social media kanaal een berichtje. Of neem even contact met ons op via WhatsApp. Nou, super makkelijk. Op onze website, hele grote prominente WhatsApp button. Klik daar even op, krijg je gelijk een draadje met ons. En dan helpen we je graag verder voor jou en jouw voeten. Ik begin eventjes met een superleuk sandaaltje. Nou, dat is eigenlijk helemaal, dit is een no-brainer. Want dit is eigenlijk gewoon een simpel zwart strappy. Oftewel, een strappy sandal, een bandje over je tenen, bandje bij je enkel. Geen toeters, geen bellen. Simpel, altijd goed met een 10 centimeter hak. En deze versie in het suede look met die ene band over die tenen hebben we weer opnieuw binnen. En we hebben hem ook weer binnen in deze versie. Dus dat is die zwarte leerlook variant. En deze is gewoon, ja, weet je, goede wijn behoeft geen krans. Het is gewoon een ideaal sandaaltje. Kan lekker met een mooie pantalon, kan met een flare pants, kan met een leuk rokje, kan met een tuniekje. Nou, met deze schoenen kan je alle kanten op. Vind je nou die 10 centimeter hak een beetje aan de hoge kant en ben je niet zo'n hele goede hakkenloper, dan hebben we de 7 centimeter hak met een kruisbandje voor je. En dan krijg je hem eigenlijk zo. Ondertussen doe ik even stiekem de bandjes dicht, hè, want die bandjes vliegen nog wel eens open op de plank. Dan krijg je hem zo. En waarom hebben we nou gekozen voor deze kruisbandsandaal met een lagere hak? Nou, onze ervaring leert dat als je een high heel queen bent, dan pak je wel die 10 centimeter. Als je nou lekker veel wil lopen of nog niet zo heel geoefend bent op hoge hakken, dan is de praktijk zo dat die 7 centimeter hak vaak veel lekkerder loopt. En om je dan nog wat extra stevigheid te geven, hebben we het sandaaltje met het kruisbandje. En doordat je dat kruisbandje hebt, zit je voeten lekker in. Is eigenlijk een soort met van high waist jeans. En daardoor zit je lekker stevig in deze sandaaltjes. In zwart suede look, in die zwarte matte versie, ook met het kruisbandje 7 centimeter hak. En in deze leuke nude versie. Een mooie, simpele, rozige nude. Dus dat is eigenlijk hartstikke goed bij pasteltintjes. Maar je kunt deze natuurlijk ook gewoon met bijvoorbeeld een trouwjurk aan. Hè? Als je gaat trouwen, je zoekt een leuk hakje. En dan is dit natuurlijk ook een heel goed alternatief als je een klein voetje hebt. Nou, vervolgens hebben we die 7 centimeter hak ook weer binnen in de metallics. Met één bandje over de tenen. En dan ga je natuurlijk denken, terwijl je dit filmpje kijkt, ga je natuurlijk denken, ja Sandy, je hebt net een heel mooi verhaal over hoge hak, lage hak, één bandje, meer bandjes. Deze 7 centimeter hak in die metallic hebben we namelijk speciaal voor die dames die een feestje hebben. Want als je nou niet zo'n high heel queen bent, dan koop je dit voor een speciale gelegenheid. Want goud en zilver kan je natuurlijk lekker doorstylen met je sieraden. Ik heb hier de gouden en ik heb hier de zilveren. En als je nou weet dat je over 4, 5 weken een feestje hebt,
en je bent niet zo'n hakkenloper, dan kan je dit natuurlijk prima in huis gaan oefenen met één zo'n bandje over die tenen. Want één bandje is net even wat rustiger bij bijvoorbeeld een mooie avondjurk of bij een mooie cocktaildress dan met een kruisbandje. En als je nou echt een goede hakkenloper bent, dan wil je lekker de hele dag en de hele avond wil je lekker door kunnen lopen op jouw strappy sandal. En daarom hebben we gekozen voor de 7 centimeter versie. Super fijn dat ze er weer zijn. Je zou bijna zeggen, is alvast lekker voor de feestdagen. Die zijn er nog niet, maar goud en zilver kan je natuurlijk tegenwoordig heel goed dragen. Combineer het met sieraden in dezelfde kleur als je hakken en you're ready to go. Ook fijn dat ze weer binnen zijn. Die heerlijkheid met die blokhakjes. Echt een fantastisch sandaaltje. Lekker voor zo. Ook leuk voor een feestje. In een glittertje. En ik ga ze even richting de camera bewegen. En dan hoop ik dat de focus met me meegaat. Dit is een gezellige zilveren glitterende. En je ziet hè, als ik beweeg met dat schoentje. Dan gebeurt er van alles op die bandjes. Het is echt zo leuk. En hetzelfde voor de gouden versie. En dit is zeg maar zilver-zilver. Een beetje wit-zilver. En dit is traditioneel goud. Dus geen rosé-goud, maar echt goud-goud. En deze kleurtjes zijn natuurlijk top. Want als je nou een jurk hebt en je denkt, wat moet ik daar nou in vredesnaam voor schoenen onder? Deze. Altijd goed. En dan is het aan jou of je liever voor de gouden versie gaat of liever voor de zilveren versie gaat. Zijn er ook in 2 nieuwe smaken? Want we hebben deze natuurlijk in zwart suède look, in roomwit, in nude. En we hebben hem nu ook in het rood lak. En dit is echt van het heerlijke brandweerwagenrood. Ik hou ervan. Ik doe het hier goed op. En in het zwart lak. Ook altijd mooi. Lekker stijlvol. Altijd goed. En weet je, nou denk je misschien, ja leuk, dan ga jij mijn rode schoenen verkopen. Maar waar ga ik die bij dragen? Nou, bij alles? Behalve rood. Want die rode sandaaltjes zijn natuurlijk super tof onder een all black outfit. Of wat dacht je met een goede jeans en een mooie witte blouse erop? Of wat dacht je met een mooi grijs outfitje, een donkerblauw outfitje? Die rode hakken, die kan je heel wat vaker aan dan je denkt. Maar je moet eigenlijk gewoon met die rode hakken voor je kast gaan staan en dan gewoon je kledingkast langs. En dan zal je merken dat dat rood eigenlijk super praktisch is en het is een echte lekkere statementkleur. Dus heb je nou bijvoorbeeld eigenlijk een simpel outfitje, knal er een paar lekkere rode hakken onder en dan heb je toch weer eens wat anders dan als je bijvoorbeeld al wat zwart en nude enzovoort in je kast hebt staan. Dit is echt een leuke kleur om gewoon ja, echt voor de bij, plus heel draagbaar, maar ook gewoon weer eens wat anders dan anders. Nou, dan hebben we onze favoriete pump binnen. Nou, ik spreek even voor mezelf. Mijn favoriete pump weer binnen, want die past altijd zo mooi. En die is heerlijk voor de hele dag, bijvoorbeeld naar school of naar werk. En die is ook top voor een feestje. Want hij is met zijn 7 centimeter heel goed loopbaar. Maar het is ook wel een hak, weet je wel. Het is niet dat je nou een lullig mini hakje aan hebt. Het is wel echt serieus een hak. En dat maakt deze zo fijn. We hebben hem weer binnen in heel veel verschillende zwart varianten. In het zwart lak, in het mat zwart, in suede look zwart. En deze is gewoon, ja, dit is gewoon een toppertje. Wel met een puntneusje. En waarom nou met een puntneusje, niet met een rond neusje? Nou, vriendin, als jij een heel klein pootje hebt en je hebt dan ook nog eens een rond neusje en je hebt een beetje wijdere broek aan, dan zie je die voeten niet. En dat is ook een beetje jammer. Dus met een puntje heb je een net wat sprekende pumpje aan. Heb je ook gelijk net even wat meer overwicht. Zeker als je hem bijvoorbeeld aan moet voor een wat zakelijke outfit. Of bijvoorbeeld voor je opleiding in de horeca en dergelijke. Dan heb je wel echt dat je een schoen aan hebt. En dan is het gelijk een stuk vrouwelijker dan dat je een punt met een rond neusje aan hebt. Wil je nou iets wat met een ronde voorkant is? Pak lekker zo'n open sandaaltje die ik je net liet zien. Maar wil je nou gewoon voor een classy, goede, tijdloze, stijlvolle pump? Pak dan lekker deze met die goede hak en dat simpele puntje aan de voorkant. En nee, het zijn geen Tante Sidonia voeten. Sterker nog, met die hele kleine voetjes heb je er helemaal niet wakker van te liggen. Want jullie hebben al van die hele kleine voetjes. Maar dit is een puntje, netjes, maar niet te spits. Deze is er ook weer binnen in deze mooie nude versie. Ook weer die mooie roze nude. Ik hou ervan. Dit is ook altijd goed, hè? Als je in het voorjaar, najaar, dan is dit zo'n kleurtje wat je met alles kan dragen zonder dat je gelijk over hoeft te stappen op zwart. En ook weer, I love it! Lekker in het brandweerwagenrood. En in deze toffe gouden versie. En dan is het een beetje dat soft metallic. Dus het is niet dat hele glimmende metallic wat ik je net in die sandaaltjes liet zien. Maar deze is net even wat matter. Waardoor deze bijvoorbeeld ideaal is als je bijvoorbeeld een mooie lange jurk aan hebt voor een feestje. Je wil een dicht schoentje. Dan is deze top. Want het kan met groen, met blauw, met rood, met roze, met paars. Roep het en het kan ermee. En dat is natuurlijk ideaal. Ook superleuk dat we ze weer binnen hebben zijn deze fijne blokhaklaarsjes. Ideaal. We hebben nou een aantal seizoenen hebben we een beetje gefreewheeld. We hebben knielaarzen gehad. We hebben over de knielaarzen gehad en we hebben korte laarsjes gehad. In alle eerlijkheid, met al die dingen die in de wereld momenteel aan de hand zijn, het is gewoon echt verschrikkelijk lastig
om mooie spullen geproduceerd te krijgen. En dat is geen broodje aapverhaal van ze willen niet, want hè, bla bla. Nee, het is gewoon lastig om het te laten maken. En vervolgens is het lastig om het hier naartoe te krijgen, want er is gewoon echt momenteel een drama aan de hand met transport. Tel daar ook nog even bij dat de dollarkoers momenteel echt niet om te lachen is voor om te wisselen in euro's. En dan heb je eigenlijk het probleem een beetje compleet. En in dat specifieke veld, in combinatie met het feit dat we al een aantal jaren met deze leverancier samenwerken, hebben we nu besloten, geen laarzen tot de knie. Want het is met een kleine dame vaak geen vlees, geen vis. Heel vaak eindigt die bovenrand van die kap precies op je knieschijf. Nou, daar word je ook niet mooier van. En geen over de knie. Over de knie hebben we nu een aantal jaren geprobeerd. En de ervaring leert toch dat jullie met de kleine maatjes liever gaan voor een lekker draagbaar blokhaklaarsje tot net ietsjes hoger dan de enkel. Want dit kan je natuurlijk gewoon hartstikke goed doordragen. En met een over de knie ben je toch weer een beetje beperkt. Want die kan je natuurlijk eigenlijk alleen maar aan over een jeans of over een legging. En in ieder geval met iets van een rokje of een jurkje of met een jeans erin. En dit is in praktijk iets wat je veel vaker uit de kast trekt. Nou, in het zwart zwerde look en in het leerlook. Met een lekkere fijne blokhak. Dit zijn echt van die lekkere stampelaars. Daar loop je lekker de wereld mee rond. Ook deze weer. Een mooi puntig neusje. Niet te lang, niet te spits, maar precies goed. En we hebben voor het eerst dit seizoen deze in de collectie. En deze is fijn, want deze is net ietsje smaller aan de bovenkant. Ook een modelletje met een ietsje ronder neusje. Ik zal die andere er even naast laten zien. Dan zie je dat dit puntje is net ietsje scherper dan deze. En deze heeft een mooi soepel bovenkantje. Dus dit sluit wel makkelijker vaak aan als je wat slanker bent aan je enkels en bij je onderbenen. En met een mooie beklede hak. Waar deze dus een kunststofhak heeft, hè? Heeft deze een hak, ook kunststof. Maar er zit een stoffen bekleding overheen. Dus in de praktijk even opletten. Dit wordt minder makkelijk kaal dan die. Maar dit geeft natuurlijk meer één geheel. Omdat het hele laarsje uitgevoerd is in dezelfde stof. Nou, al deze leukerts die staan binnenkort allemaal op onze website. Maar nu staat het meeste staat op de website. Heb je nou een smaak of een variant gezien in het filmpje die je niet terug kan vinden? Maak even een schermafdrukje van waar ik erover sta te kletsen. Stuur die even via de app. En dan sturen we je alle info over dat modelletje toe. En deze modelletjes staan natuurlijk allemaal al wel bij ons in de winkel. In de Karel Dommelstraat. Waar we weer 6 dagen in de week voor jullie klaarstaan. Maandag vieren we een dagje weekend. Maar dinsdag tot en met zondag ben je van harte welkom. En ben je nou nieuw? Heb je nou nog nooit hakken van Silhouette gehad en een klein maatje? Neem dan even eerst contact met ons op via die WhatsApp. Want de praktijk leert dat als jij bij wijze van spreken 34 in je sneakers hebt, ja, dat je bij ons, met alle respect, heel vaak veel en veel en veel kleiner uitkomt. En dan is het zo jammer als jij met de beste wil van de wereld lekker gaat bestellen. En dan blijkt dat als je je nieuwe hak aan hebt, dat er 2 vingers aan de achterkant tussen kunnen. Ja, daar word je natuurlijk niet gelukkig van. Dus beter gaan we dan even samen met je meten. Weet je nou je silhouet hakkenmaat? En heb je al vaker bij ons gekocht? Dan kun je de schoentjes die ik je net heb laten zien in principe gewoon in jouw eigen maat nemen. Twijfel je en heb je het aankoopbonnetje nog? Stuur even een kopietje via de WhatsApp. En dan kijken we even met je mee. En dan weten we welke maat van het nieuwe modelletje of van je eerdere orders bij jou zou moeten passen op basis van de informatie die we van je hebben. En dan gaan we even samen met jou fine-tunen wat voor jou de beste schoen in de beste maat voor je is. Lieve mensen, hartstikke bedankt weer voor het kijken. Hebben jullie nog vragen? Laat het ons weten. En voor nu wens ik jullie allemaal een hele fijne dag. En tot ziens in onze winkel.